In Buurthuis Aquarijn is sinds kort een buurtband opgericht. Iedereen die muziek maken leuk vindt, is welkom. Wat ik heel speciaal aan deze band vind, is dat in de buurtband iedereen kan meedoen. Jong, oud, ben je geboren, ben je niet geboren. Speel je een instrument of juist niet? Ben je muzikaal of juist niet? We hebben kinderen in de schoolgaande leeftijd, maar ook Jaap op gitaar daar, hij is rond de 80. Iedereen doet mee. Ze zeiden van tevoren al, je hoeft geen noten te kunnen lezen en nou ja, je hoeft ook geen ervaring te hebben met iets van muziek en zo. Dus ik dacht van, ik begrijp echt niet hoe dat kan. Door het niet te ingewikkeld te maken. Plezier staat voorop. Je hoeft niet per se eigen instrumenten te hebben, want we hebben instrumenten van Fort van de Verbeelding om te gebruiken. Iedereen kan eigenlijk meedoen. We kunnen ook nog zangers gebruiken bijvoorbeeld, mondharmonica, you name it. Alles is welkom. Ja, ik vind het vanaf het begin echt overweldigend. Dat was het woord dat ik gebruikte tegen Peter toen hij vroeg wat we ervan vonden. Het oefenen is niet voor niks. De buurtband gaat straks ook het podium op. Op 15 mei dan hebben ze iets van 7 repetities achter de rug. En dan, je hoort het nu al, ze spelen echt al hele leuke nummers. En dan gaan ze voor het eerst optreden op het wijkfeest Ridderveld. En dat is op 15 mei, 's middags, van 1 tot 4. Nou, dat is een geweldige kans om ons te laten zien. Want als mensen horen buurtband, dan plakken ze er van alles op wat het niet is. En op 15 mei, op het buurtfeest, mogen we optreden. En dan gaan we ons laten zien. En we laten het publiek ook meedoen. Ja, ik hoop dat er veel belangstelling komt van mensen, want dit is natuurlijk nieuw. En ik hoop dat ze enthousiast worden en dat ze denken van wauw, daar wil ik ook bij komen. En het is echt geweldig. Wat ik zei, vanaf het allereerste moment, je kijkt om je heen en inderdaad, je wordt er vrolijk van. En ja, wat wil je nog meer? De repetities zijn iedere donderdag van 3:30 tot 5:00 in Buurthuis Aquarijn. Ja, wat hoopt u dat er met de buurtband gaat gebeuren in de komende, laten we zeggen, jaren? Ja, 2 dingen. Dat de buurtband gaat groeien. Dat we heel veel plezier maken door muziek met elkaar. En dat die buurtband hier blijft bestaan. Want het is onze bedoeling om daar waar wij een buurtband opzetten, zoals in Alphen aan de Rijn, dat die daarna jarenlang hier bestaat.